De woningcoöperatie Woonsteden gaat een druk jaar tegemoet. Er worden diverse bouwprojecten gerealiseerd. Net als voor veel Nederlanders is wonen een belangrijk thema, dus ook voor Woonsteden. Eind 2021 werd bekend dat Woonsteden en Plichtgetrouw samengegaan zijn. Directeur Marco de Wilde kijkt terug op 2021 en vooruit op 2022. We gaan een fantastisch jaar tegemoet, want we gaan een record vestigen in het aantal opleveringen van nieuwe huizen. Even terugkijken naar 2021, dat was ook een bijzonder jaar, denk ik. Ja, dat is bijzonder. Voor mij persoonlijk, omdat ik sinds 1 juli werk bij Woonsteden als de nieuwe directeur. Maar ook omdat we gefuseerd zijn met Plichtgetrouw, de corporatie uit Bennekom. Waar we al sinds 1946 het werk voor deden, maar nu daadwerkelijk bij elkaar horen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er geen aanleiding was om langer nog zelfstandig te blijven voor Plichtgetrouw. Het is een relatief kleine organisatie, minder dan 1000 huizen. Woonsteden heeft er ruim 10.000. En wij deden al het werk al. En toen was het gewoon praktisch om heel veel verschillende redenen om daadwerkelijk bij elkaar te gaan horen. En nu hebben we natuurlijk het afgelopen jaar en nu nog steeds hebben we eigenlijk te maken met dat heel veel mensen een huis zoeken enzovoort. Wat kunnen jullie als Woonsteden daaraan doen? Veel bouwen. Er is sprake van een wooncrisis. Met het aantreden van het nieuwe kabinet is er een enquête geweest in heel Nederland onder burgers. Wat hun betreft bovenaan de politieke agenda staat. En helemaal bovenaan staat de wooncrisis. En dat betekent dat wij dus veel huis moeten bouwen. En dat is ook wat we gaan doen. Nou, dit is bijvoorbeeld een mooi project ervoor. Zeker. Dit is een van de spannender projecten. Een bekend gebouw voor veel Edenaren, het oude Victoria Vesta gebouw en ook Nationale Nederlanden. En dat wordt nu omgetoverd tot 200 ruime appartementen. Ook op de Enkerwijk zijn jullie druk bezig? Ja, op het Enkerterrein zijn we ook bezig met een groot gebouw wat naast het station vereist. Ook een appartementencomplex wat door AM wordt gebouwd. En daar komen ook 200 appartementen in. En dan rond ik de getallen eventjes gemakshalve af. Daarnaast zijn er nog een aantal kleine projecten. Het lijkt me wel lastig om in deze tijd zulke projecten van de grond te krijgen. Bouwen is relatief duur op dit moment, maar geld is nou weer relatief goedkoop. Hè? Je betaalt weinig rente over het geld dat we lenen. We moeten voor dit soort projecten natuurlijk gewoon geld lenen. Dat hebben wij niet op de bank staan. En het is ons gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Sterker nog... Ons voornemen is om de komende 20 jaar in ieder geval elke dag een huis te bouwen. Elk jaar zou je kunnen zeggen een dorpje. Om tegemoet te komen aan de enorme behoefte aan nieuwe huizen die er is. Mensen moeten te lang wachten op een huis. Koopwoningen zijn meer dan 4 ton gemiddeld. Dat is een record in de geschiedenis van Nederland. En huurhuizen zijn schaars. Dus we moeten echt aan de slag. De mensen die bij jullie huren... Doen jullie daar ook nog speciale dingen voor? Het eerste wat we natuurlijk doen is hun huizen gewoon zo goed mogelijk onderhouden. En veel nieuwe huizen bouwen. Maar een van de dingen die we volgend jaar willen, of eigenlijk dit jaar, want het jaar is begonnen, willen gaan doen, is de voorzieningenwijzer aanbieden. Dat is een instrument wat mensen helpt om ze heel goed door hun financiële huishoudboekje te gaan. En dat levert, het is een beproefd instrument in Nederland, dat levert gemiddeld €500... inkomensverbetering op, structureel, dus jaarlijks, voor mensen die daaraan meedoen. Dat gaan we starten en dat willen we een aantal jaren gaan volhouden. Mensen mogen daar vrijwillig aan meedoen. We gaan daar mensen voor benaderen. Het hoeft niet, het is vrijwillig. Maar als je meedoet, dan maak je kans op een inkomensverbetering doordat je een andere zorgverzekering kiest, een andere energieleverancier. Beter gebruik maakt van de regelingen die het Rijk en de gemeente voor jou heeft. En dat alles bij elkaar kan je inkomen daadwerkelijk verbeteren. Hoe kijkt u naar het jaar 2022? Als misschien wel het bijzonderste jaar uit de geschiedenis van Woonsteden. Een heel hoopvol jaar waarin we bijna 500, ruim 400 huizen gaan opleveren. En heel veel nieuwe dingen gaan doen. U heeft er zin in? Zeker.